Mijn naam is Ties. En ik ben Floor. En dit is onze pompoenboerderij. Het is hartstikke druk hier in Groesbeek. Honderden mensen komen langs op de boerderij om pompoenen te kopen. En dus helpen de 11-jarige Ties en de 9-jarige Floor hun ouders. Dat wordt dan 5 euro pinnen. Ja. Wat Floor hier goed doet, is dat ze eigenlijk overal kan bijspringen waar ze dat eigenlijk moet. Zoals dus de pompoenen verkopen. Ik vind het altijd wel leuk, alleen als het heel druk wordt, dan moet je wel heel snel gaan toetsen. Dan krijgt u 12 euro terug. Kom! Nou moet ik gewoon echt ophouden. Oh, kunt u hem alsjeblieft wel even op de parkeerplaats zetten? Er was net geen plek. Nou, volgens mij is er wel degelijk plek. Ties is de baas over de parkeerplaats. Hebben jullie niet eens plek? Ja, daarachter trouwens. Je komt ook een beetje in contact met de mensen. En ja, het is ook een beetje dat je een beetje bezig bent. Dat neemt hij erg serieus, ook tijdens interviews. Even aan de kant kan die auto langs. Als iedereen uiteindelijk goed geparkeerd staat, is het tijd om te kliederen. Aankomende dinsdag is het natuurlijk Halloween. En daarom komen kinderen uit heel het land hier naartoe om de engst mogelijke pompoenen te maken. En ik heb gekozen voor deze en dan mocht je uithollen. Dan ze helemaal vermorzelen. De afgelopen weken zijn er hier duizenden pompoenen verkocht. En dus hebben Ties en Floor hard moeten werken. Nee, gewoon hier. Ik vind het altijd wel heel leuk, alleen die dag daarna of aan het einde van de dag moet ik wel altijd een beetje uitrusten. Maar dat harde werken is bijna klaar. En dan kunnen ook zij zich voorbereiden op Halloween.